Hallo lieve aardetekens, welkom bij jullie sterrenbeeldreading voor de komende periode van maart tot en met april. Vandaag dus een iets andere setting als normaliter. Normaal neem ik elk sterrenbeeld apart op. Dit keer dus 3 tekens en 1 video. Ik zal dadelijk ook kaartjes ophouden bij welk teken ik ben, zodat je gewoon zelf door kunt scrollen totdat je je kaartje ziet. We gaan gewoon kijken wat er naar voren mag komen voor dus maart en april. Vandaag dus de stiermaagd steenbok. Deze sterrenbeelden ga ik vandaag behandelen. Jullie zijn de laatste 3 sterrenbeelden die ik nog op mag nemen. Gisteren zijn er al een aantal online gekomen, dus ik zal vanavond deze ook proberen online te krijgen. Het voelt voor mij wel dat bij de aardenergie een beetje meer rust mag gaan komen. Een beetje onrust. Maar we gaan eens kijken. We beginnen dus met de stier. Kijk dadelijk wel even op dat de video met je resoneert. Neem alleen het element wat van toepassing is voor je. Het kunnen dus ook echt wel voorspellende berichten zijn, wat je dus nu nog niet in het zicht hebt. Het kan ook zijn dat het helemaal niet bij je aansluit. Laat het dan lekker los. Kijk dan naar je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknop. Dit zou je door middel van je geboortehoroscoop uit kunnen rekenen. Wellicht zit er in een van die andere tekens een boodschap voor jou dit keer. We beginnen dus nu met de stier. Ik hoop dat hij scherp in beeld komt. Dat kan ik niet helemaal helder krijgen op mijn camera nu. Maar we gaan lekker beginnen. Stier, wat mag er naar voren komen? Nou, die was al heel snel. Onderkant dek, de ontknoping is nabij. Even kijken. Zo. En we krijgen als eerste kaart tijd om het negatieve los te laten. Volle maan in schorpioen. Pakken er eerst nog een kaartje bij. Een beetje plek maken. Zo. We hebben een karmische relatie. Haal je levensles uit deze verbinding. Laat je niet meer triggeren en breek los. Volgens mij had ik deze kaart ook bij een waterelement en als ik me niet vergis bij de kreeft. Stukje tijd om het negatieve los te laten kan dus ook het karmische stukje zijn. Hè? Karmische elementen hoeven niet altijd pertinent aan een relatie verbonden te zitten. Maar het kunnen natuurlijk ook momenten zijn, situaties wat gewoon als een karmische verbinding of loop is geweest in jouw leven. We pakken gelijk de tarot erbij. We gaan gewoon even kijken wat er nog verder in zicht mag komen. Kaarten komen er een aantal dwars uit. Sommige op kop. Dus we gaan zo even invoelen hoe ik het mag ervaren. Ik leg ze even zo neer zoals ze komen. Acht van zwaarden op kop. We hebben de koningin van bekers dwars. De koning van staven dwars. De 6 van bekers op kop. En de maankaart. Oké. Oeh, lieve stier. Heel veel kracht en liefde zend ik jullie toe als jullie midden in deze situatie zitten. Want het is wel de tijd om eruit te breken. Maar er is een situatie waarbij je dus echt wankel in je eigen energie staat. Mannelijke en vrouwelijke energie voel ik hier. Het kan zijn dat er een bepaalde illusie is geweest vanuit een connectie met iemand of een situatie met iemand waarvan je dacht dat dit echt een hele sterke verbinding was. Het hoeft totaal niet op romantisch vlak te zijn. Het kan ook echt in het zakelijke stukje zijn, vriendschapstukje zijn. Maar je hebt nieuwe inzichten gekregen en nu is het ook dan de tijd om er iets mee te gaan doen. Als dat stukje karmisch element naar boven komt, dan is het nu ook de tijd om er iets mee te gaan doen. De kaarten koningin van bekers en de koning van staven komen alle twee dwars eruit. Dus je hebt wel al een proces in werking gezet, maar je bent op de helft. Je hebt nog wat werk te verzetten voordat je in je volledige kracht staat. En voordat je dus ontkoppeld bent en je passie in jezelf weer hebt herontdekt. Nu kan het dus voor sommigen zijn dat er een situatie die dus al heel jong in jouw leven is geactiveerd, niet de vorm heeft gegeven wat
voor ogen was, hè, waar je bij het gevoel van, oh, dit zal ik mijn hele leven kunnen doen, of ik wil de hele leven bij die persoon blijven. En in één keer, bam, gaat er een hele andere stroming komen. En dit komt voor mijn gevoel niet zozeer op het stukje karmisch per se, maar omdat jullie uit elkaar aan het groeien zijn, of de situatie is uit elkaar aan het groeien. Dit brengt best wel ook wat angst mee om vervolgens op het nieuwe pad te gaan lopen. Maar lieve stier, je hebt echt heel veel al doorvoeld en doorlopen. Het is nu de tijd om die dood en wedergeboorte ook te gaan creëren. Iets afsluiten zorgt er ook voor dat de nieuwe deuren geopend kunnen gaan worden. En het is natuurlijk in jouw eigen handbereik of dat je dit door gaat pakken of niet. Je eigen keuze daarin natuurlijk ook. Dat kan niemand voor jou beslissen. Acht van staven, op kop. Maar er is op dit moment geen communicatie met jouw hogere zelf, met jouw intuïtie, met je onderbuikgevoel. Er is een blokkering en dat komt, we krijgen ook de hierofant erbij. Dus het is echt die energiestroom, hè, die we hier hebben lopen, je voelt iets niet meer, je ziet het gewoon niet meer. Ik krijg ook echt in één keer zo'n heel benauwd gevoel, een beetje zo'n... Ja, dat klinkt misschien heel cru, maar een beetje zo'n strop om je nek van oké, ik wil verder, maar ik word teruggetrokken. Nu kan het ook te maken hebben dat sommigen dit letterlijk fysiek een keer hebben ervaren, maar het voelt voor mij dat dit een reminder is van oké, jij hoeft niet vast te zitten, een ander mag jou niet vasthouden in de energie. Je hebt de vrijheid om je eigen stappen te zetten, als je maar luistert naar je innerlijke gevoel, jouw innerlijke stem. Je onderbuikgevoel, hoe jij het ook wil benoemen. Maar je balans is even kwijt. Ah, lieve ziel. Hé toch. Je kruinchakra die tintelt wel. Dus er is een verbinding. Je staat al in verbinding. Alleen activeer je het zelf of deactiveer je het. Oh, kijk, nou gaat het weer beter worden. We krijgen de ridder van staven die vol passie is, vol energie. Kijk, ik had het net over die tinteling. Ik weet helemaal niet of jullie het kunnen zien. Ik denk het niet op beeld. Er zitten een paar van die sparkles zo naar boven. En dat is die tinteling wat ik hier voel. Dus dat is wel heel mooi. Dus onder de koningin van staven wat nog een beetje twijfel, of bekers wat nog twijfelachtig naar voren komt, krijg je wel de ridder van bekers. Met de sterkaart staat ook voor bevestiging van herstel en heling. Wensen die daarna dan ook mogelijk zullen zijn en uit zouden kunnen komen. En alles heeft te maken met het laatste restje waar je nog mee bezig bent. Dus je hebt al iets in werking gezet en je bent op de helft. Net als met de koningin van bekers en de ridder, of de koning van staven. Je bent op de helft. Alleen je mag nog ergens even iets dieper doorheen voordat je weer die vreugdesdans kunt gaan doen. Hè? Kijk. Van de koning of van de ridder ga je naar de koningin van staven. De passie weer in jezelf voelen, opschoning, herstel, positiviteit, energie. Het kan voor sommigen zijn dat je een beetje uitgeblust bent geweest de afgelopen periode. Waarbij jij best wel moeite had om je emotioneel weer neer te zetten. We krijgen de koning van bekers. Ik pak er gelijk een kaartje bij, ik krijg ook een beetje kipvel. Er is iemand die te veel aan jou vasthoudt op emotioneel vlak. Die krijg ik onder de maankaart. Dus het zijn bepaalde angsten die nog los mogen komen. Een bepaalde illusie die meer vanuit de andere partij naar jou toe geprojecteerd wordt. En dat kan te maken hebben dat een ander jou klein probeert te houden of probeert te domineren. Een beetje ook het narcistische... Een stukje. Het zal echt niet met iedereen resoneren, maar
Het voelt als kijk, dood en wedergeboorte, onderkant dek weer. Nare energie. Terwijl jij echt wel de vrijheid hebt om te ontkoppelen, te stimuleren. Maar je hoeft niet vast te zitten in dat stuk. Je hebt de sleutel hier zitten. Jij kunt die buitenwereld weer instappen. Of in ieder geval naar binnen keren en jouw waarheid gaan ervaren. Naar binnen, want deze komt op kop, hè? Je gaat de boodschappen zien en voelen. Ik pak er nog even wat kaartjes bij, want het voelt wel heel intens voor jullie, lieve stier. Even een ander dek. Pak even een ander dek erbij. Oh. Kijk, toch is dit weer mogelijk, hè? De 10 van bekers. Toch is dit mogelijk. Probeer dit ook voor ogen te houden, hè? Hoe zwaar het op dit moment misschien ook even is. Of nog gaat worden, hè? De 10 van bekers staat toch echt wel voor wensvervulling, het ontvangen in een hogere goed. Maar dat komt, jij zit nu in dat laatste restje wat opgelost mag worden. En dan ga jij ontkoppeld van die energie naar die vernieuwing toe. En dan zul je ook niet meer in die twijfelachtige energie zitten. Maar ben je volledig ontkoppeld, zal een ander jou ook niet meer domineren. En zoals ik al zeg, hè, neem echt het stuk wat voor jou bestemd is. Want het zal niet met iedereen te maken hebben dat je of met een narcist te maken hebt. Of een dominerend persoon. Het kan ook een baas zijn. Hè, of een buurman. Of hoe het dan ook is. We krijgen de ridder van bekers. Of de paasje van bekers. Nieuwe stroming van energie zorgt er ook voor dat bepaalde angsten en illusies die jij nog in stand houdt vanuit de maankaart losgekoppeld gaan worden. Want die vis die kan letterlijk nog de vrijheid pakken om een nieuwe richting te gaan inzetten. Die hoeft niet in die cup te blijven zitten. Maar je hebt wel zoiets van, oh, kom maar op, ik ben er klaar voor, ik kan het, het lukt me en ik ga dit ook doorpakken. Kijk eens. En hier sluit ik even nu met de tarot mee af. De 2 van bekers. Krachtige energie. Dus wat er ook allemaal nu gaande is, is om jou en jouw union energie te laten groeien. Jouw stabiliteit terug te krijgen. Die ontwakening verder door te pakken. En te ontkoppelen van energie die jou aantrekt, wat niet van jou is, wat niet bij jou hoort. Oh, die was heel slecht of heel snel. Ik ga mee met de flow en laat de controle los. Het goede is naar mij onderweg. Even kijken of ik hem scherp krijg. Het stukje controle voelt voor mij dus niet per se dat het vanuit jullie kant alleen maar kan zijn. Het kan dus ook van een andere partij zijn. Een externe factor waardoor dit zo blijft. Probeer daarvan te ontkoppelen. Zet, als je weet met welke situatie of persoon je te maken hebt, zet er dan ook energetisch een spiegel tussen dat koord. Zodat alle energie vanuit de andere partij teruggeweerkaatst wordt. Dus echt met de spiegelzijde naar die persoon of de situatie terug. Dan zul je ook de controle daarover los kunnen laten. Dan kun je het ook laten stromen en zal het allemaal geoptimaliseerd kunnen worden in het hogere goed. Wat voor jou op dit moment mogelijk zal gaan zijn. Lieve stier, dit was jouw reading van maart en april. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw reading blijkt te zijn. Heel veel sterkte ook als dit jouw reading is. Want dit zorgt nog best wel voor wat intensiteit de komende periode. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat jij ook dit stuk gaat doorlopen en ontkoppelen. En dan ben ik heel benieuwd waar de volgende keer de reading voor jullie over gaat. En waar jullie op dat moment staan. Dus lieve stier, tot de volgende keer. En ik ga door met de maagd. Oh. Kijk, de maagd. Voor jullie gaan we eens kijken wat er naar voren komt. Wat mogen we weten voor de maagd? Tijd voor actie. Deze heb ik al bij een ander sterrenbeeld gehad. En volgens mij ergens bij de luchttekens. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Tijd voor actie. Dus ook voor jullie is het eigenlijk een soort schop onder de kont. En gaan met die banaan. Het is tijd om nu de energie erop te gaan zetten. En ik krijg allemaal kaarten eruit die ik al eerder heb gehad. Dus waarschijnlijk zit er in een van de andere readings ook nog een boodschap voor jullie. Ik krijg ook nog contact. Er komt een boodschap jouw kant uit. Deze kaart kwam in een andere combinatie. Maar nu met tijd voor actie. Dus het zal wel te maken hebben met dat er nu echt iets mag gaan stromen. Dat de tijd ervoor is. Maar lieve maagd, we gaan eens even verder kijken wat er naar voren mag komen. Voor de komende periode maart en april. De keizerin komt op kop. Pak daar gelijk even een kaartje bij. Waarom komt de keizerin op kop? Stukje onzekerheid voel ik daarin meespelen. Nog niet helemaal weten hoe je het aan zal willen pakken. Het kan ook zijn dat dit met de persoon te maken heeft waarmee dat contact gaat komen. We krijgen namelijk de page van bekers en de page van munten. Iemand is dus terughoudend met het idee van iets uit te spreken. En of dat het nou op zakelijk vlak is, op vriendschap vlak of romantisch vlak, dat maakt geen bal uit. Maar het gaat wel komen. Dus je bent nog niet volledig, of de andere persoon is nog niet volledig in de kracht. En er is iets nog niet helemaal tot stand gekomen, maar er zit wel iets in het vat. We krijgen ook nog eens de page van zwaarden erbij. Dus een jonge energiestroom wat hier op tafel ligt. Dat kan te maken hebben dat het met een persoon is die jij nog niet kent. Of het is een persoon die jonger qua energie is. Wil totaal niet altijd zeggen qua leeftijd, maar jonger qua energiestroom. Ik pik natuurlijk de energiestroom op. Wat mag... Oh. Die wilde ik nog niet, maar ik had nog niet geshuffeld. De zonkaart kwam er wel uit, dus er gaat iets positiefs veranderen. Wat mag ik nog meer weten? Aas van zwaarden. Oké, de communicatie gaat tot stand komen. Die boodschap gaat er dus aankomen. Dit zal jou kunnen gaan verblijden. Het zal een boodschap zijn die met succes te maken heeft. Waarbij je misschien al lang op een belletje of een bericht zit te wachten over een bepaalde situatie. Maar omdat jij nog bezig was met jouw herstel en healing proces, kon dit eerder ook nog niet naar jou toe komen. We hebben hier namelijk onderkant dek de toren en daarna de hoge priesteres. Dus je bent letterlijk uit een periode gebroken, of een situatie, of een connectie, of wat dan ook. Je bent uit het oude jasje gebroken en je bent naar die verlichting aan het gaan. En door dit herstelproces, eigenlijk wat hier dus ligt, van het ene naar het andere gaan, daardoor krijg je nu ook de vrijheid om eventueel weer te connecten met welke situatie het dan voor jou is. Het heeft wel mee te maken dat er ook dingen los zijn gelaten, ontkoppeld, waarbij jij lang aan vast hebt gehouden. Maar ja, ik voel nog wel een onzeker, twijfelachtig gevoel in je zitten. Wat is dat toch? Oké. Ik leg deze even aan de kant. Dualiteit. Ga ik het wel doen? Ga ik het niet doen? Neem ik wel actie of blijf ik stilzitten? Is het nou voor mij bestemd of voel ik het verkeerd? Vanuit je hoofd naar je denken. Vanuit je hoofd naar je denken. En elke keer weer terug naar je hoofd. Of vanuit je hart naar je denken. Ik zeg het verkeerd, sorry. Dualiteit. Is dit wel de persoon waarmee ik zou willen connecten? Om welke vorm dan ook. Hè? Of het nou zakelijk is, vriendschappelijk of relationeel. Dat laat ik aan jou over. Omdat er toch ergens een verschil in leeftijd zit. Of energiestroom. Of ik krijg het niet helemaal helder. Maar iemand is jou wel flink in de gaten aan het houden. En het is wel iemand of situatie wat jij of de ander heeft gemanifesteerd. En dit is wel een oprechte connectie. Eentje vanuit begin eigenlijk al eerlijk. En het komt eigenlijk erop neer dat het vanuit beide partijen in stand is gebracht. Het stukje manifesteren. Kracht. Blijf vooral dicht bij jezelf.
Blijf je niet te hard opstellen. En dan met te hard opstellen bedoel ik eigenlijk op een soort schild om je heen. Dat je je kwetsbaarheid niet durft te tonen. En dat komt eigenlijk omdat er ergens, wat ik al zeg, in energieveld of leeftijd, er is een verschil niet echt een disbalans. Maar je creëert het als disbalans. Jij zit in je hoofd en je creëert het als disbalans. Terwijl in de fysieke of in het energetisch veld er geen disbalans is. Het is in balans. Het stroomt naar je toe. Je mag gaan ontvangen. En dan zul je ook merken als je in je hoofd zit, dat je alles veel intenser maakt en zwaarder. En hoe maar dit en dat. Ja, wat gejammer. Waar heb je aan dat gejammer? Daar heb je toch helemaal niks aan. En vooral voelen, hè? Als iets voor jou heel fijn voelt, wat maakt het dan uit als daar ergens welk verschil dan ook in is? Hè? Of dat iemand verder weg woont, of iets is te mooi om waar te zijn. Hier op tafel ligt in ieder geval iets dat jij beloond gaat worden voor het feit dat je uit je jasje bent gekropen, naar die vernieuwing toe bent gegaan, je herstel hebt ingezet. Niet alleen jij hebt je herstel ingezet, ook de situatie of persoon waarmee jij gaat connecten heeft herstel ingezet. Samen zal er een succes in zitten. En toch komt het dan weer dat in je hoofd op van ja, maar dit. Oké, bam, ik kap het af. Waarom? Waarom kap je het af? Dus even kijken, als laatste wat ik er nog toe mag voegen met de tarot. Kijk eens. Het zal ervoor zorgen dat op langere termijn dit een hele sterke fundamentele basis creëert voor jullie beiden. En dit kan dus zijn dat als het op zakelijk vlak is of misschien het romantische stukje of whatever. Hè, het kan ook zijn dat je een samenwerkingsverband aangaat of wat dan ook. Het gaat succesvol zijn en dit voel je intern al aan. Alleen is het wel zo dat jij de stappen nog niet durft te zetten in de fysieke wereld. Ik pak er nog één kaartje bij tussen de 10 van zwaarden en de koning van munt. Je kunt deze persoon of situatie of element waar dit mee gekoppeld is, naar je toe trekken of kan zich eigen vorm gaan geven op het moment als jij bijvoorbeeld naar een beurs gaat of jij gaat naar een workshop of voor mijn part ontmoet je de docent van je leerling of van je kind en dan heb je ineens dat soort element. Kan allemaal, hè? Alles is mogelijk. En dan zul je ook merken dat er echt wel een belangrijke flow is tussen jullie. Of tussen de situatie waar je mee te maken hebt. Geniet ervan. Ga een keer samen wat drinken. Ga samen erop uit. Kijk hoe ver het kan komen. Sta er al vooral open voor. En niet in één keer in je hoofd zitten. En dan in één keer bam, ik gooi die deur dicht. Ik beëindig het gelijk. Dit is mogelijk. Het connecten vanuit een ander perspectief. Nieuwe kansen, nieuwe rondes. Tijd voor actie. Lieve maagd, we pakken nog een affirmatiekaartje voor jullie. En we gaan kijken wat er naar voren komt als afsluiten voor deze reading. Laat ook vooral een berichtje achter of een like als dit jouw video is. Kijk anders echt even bij een van je andere tekens. Als laatste hebben we, ik kies voor positieve gedachten en geniet van mijn innerlijke rust. Kijk eens, even kijken of ik een beeld krijg. Ja, volgens mij nu wel. Ja, kijk. Hele mooie boodschap eigenlijk, hè? Want veel in je hoofd zitten zorgt er ook voor dat er weer een bepaalde last naar jou toe gaat komen of voelbaar zal zijn. Door af te stemmen met jouw innerlijke rust zorgt er ook voor dat jij afstemt op jouw zielsniveau, hè? Op jouw hartchakra. En dan kun je dus ook intern gaan voelen wat het betekent als je dus vanuit jouw hart connect met iemand op zielsniveau of op trillingsniveau. Wil niet zeggen dat dit een zielscontact zal zijn of pertinent, maar een zielsniveau bedoel ik met dezelfde gelijkgestemdheid qua trillingsenergie.
Soulmate is meestal ook dat het verbindingen uit vorige levens zijn en bla 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 bla. Dit kan ook gewoon echt alleen in dit leven zijn geweest. Maar lieve maagd, dit is jullie reading voor vandaag. Ik wens jullie een hele mooie tijd toe en graag tot de volgende video. En dan ga ik lekker even hier de kaarten weer weghalen. En dan gaan we zo nog met de steenbok aan de slag. Gelijk de laatste reading voor alle sterrenbeelden. En dan ben ik benieuwd wat er voor de steenbok nog naar voren gaat komen. De steenbok, jullie reading voor vandaag, voor maart en april. Oké, wat mogen we weten voor de steenbok? Kijk eens, een probleem wordt opgelost. Volle maan in kreeft. Kreeft is natuurlijk het waterelement. Kreeft had een behoorlijk intense legging dit keer. Maar alles om de uitzuivering mooier en dieper te krijgen natuurlijk. We hebben innerlijk weten. Verwacht niet altijd bevestiging te krijgen door woorden. Maar door intuïtief open te stellen komen antwoorden in vele vormen naar je toe. Even kijken of ik hem scherp krijg. Volgens mij nu wel. Dus zoek de inhoud in jezelf en niet altijd buiten jezelf om bevestigingen te ontvangen van anderen. Maar we gaan eens even kijken, oh, die was al snel, wat er nog uit mag komen. Er komen wat kaarten op kop. Oh, dit. Oh, dat zijn er drie. We hebben de vier van munten. We hebben de paasje van munten op kop. We hebben de doodkaart op kop. Dan krijgen we de koningin van staven. De koningin van bekers. De koning van munten. En de aas van, of de acht van munten. Oké. Er is nog een stukje wat dus nu in het energetisch veld eigenlijk al opgeschoond kan worden. Waar jij niet eigenlijk ja, al het werk nog voor hoeft te doen. Want hier zit je al zo comfortabel in je stoel. Hè? Mannelijk en vrouwelijke energie. De passie weer in jezelf. Emotionele balans. En de stabiliteit voor jezelf ook weer gecreëerd. Dit komt omdat je ontzettend hard met jezelf aan de slag aan het gaan bent. Of nog gaat doen. Of al heb gedaan. De vruchten die werpen zich eigen nu af. De inzichten gaan komen. Maar er is iets nog niet helemaal voltooid. Dus ik pak nog heel even wat kaarten erbij. Of dat we inzicht krijgen waarover die voltooiing nog dient te gaan. We hebben dus de vier van munten rechtop. En dan de paasje op kop. Paasje van munten op kop. En de doodkaart op kop. Wat mag ik daar als tijdlijn nog bij leggen? Wat is de reden dat deze komen. We hebben de zeven van staven rechtop erbij. Oké. Oh, en we krijgen best wel intense kaarten voor jullie. Ook veel diepgang. Ik weet niet of ik ze allemaal in beeld krijg. We hebben de zeven van staven, de zeven van bekers, de wereldkaart en de tien van bekers. 7-7, dat is ook voor dat je op mag letten voor je negatieve belastbaarheid. Maar ook dat je inspanningen eigenlijk in zicht zijn gekomen vanuit de spirituele wereld. Hè? Dat al het werk eigenlijk al wat je in hebt gezet in zicht is geweest. En dat is ook het probleem wordt opgelost. Daar hoef je dus niet heel veel meer voor te doen. Want je bent al in een bepaalde frequentie. Waardoor je dus misschien elementen wat dus hier nog op tafel ligt. Ook van gedistanceerd wordt. Er is een voltooiing waarbij het ware geluk weer naar voren kan komen. Je hebt een bepaalde shift doorlopen. Je hebt je energie verhoogd. Waardoor het lagere energie wat hier nog ligt. Dat is eigenlijk al voltooid. Daar heb jij geen zicht meer op. Dat voel je misschien ook niet.
Maar dit wordt eigenlijk buiten jou om al opgelost. En dat stukje opgelost heeft te maken met een pijnstuk uit een langere periode. En nou voel ik niet helemaal wat dat zou kunnen zijn, omdat er natuurlijk meerdere pijnstukken zouden kunnen zijn. Maar een situatie waar jij best lang aan vast hebt gehouden, of dat het nou een gedachtepatroon was of een conditionering, misschien een connectie met iemand. Maar dit is beëindigd. En dat is beëindigd, maar er is op dat vlak geen wedergeboorte geweest. Er is een andere tak gekomen voor jou wat voor nu geldt. Dat voel ik. Er is dus een afsluiting geweest, omdat jij... er is een tweesprong geweest en jij ging op dat pad verder en de situatie op dat pad. En jullie kruisen elkaar dus ook niet meer. Dus dat kan niet meer in een nieuwe jasje weer terugkomen op jouw pad. Dus dat is echt afgerond, voltooid, Ctrl-Alt-Delete, huppatee, weg ermee. En dan krijg je dus ook weer ruimte om dat stuk te mogen ontvangen en het leven weer te gaan omarmen in een andere, andere vorm als wat je gewend was. Veel stabiliteit ligt er hier dus op tafel voor jullie. Ik ga hier nog even wat kaarten bij pakken. We krijgen bij de 10 van bekers krijgen we de ridder van bekers. Krijg je de 6 van bekers op kop. Oké. De 6 van bekers komt op kop. Als verklarende kaart krijg ik erbij de 4 van zwaarden. Dus dat houdt voor mij in deze situatie in dat door jouw ontkoppeling, door jouw herstelproces en het, eigenlijk het pad wat je dus uit elkaar bent gegaan, heeft ervoor gezorgd dat een innerlijk kindstuk getransmuteerd is. En dat kan een innerlijk kindstuk zijn in de zin van echt letterlijk uit je jeugd. Maar het kan ook een stuk zijn die al eerder is geactiveerd vanuit je jeugd. Maar in, daarna het leven wat je daar bovenop hebt gepakt. Hè, qua leeftijd of pijnstukken wat daar bovenop is gezet. Dat is nu omgedraaid. En daardoor heb je dus ruimte op je hartchakra. Kun je dus ook weer met de vernieuwing het leven instappen. En dan voelt het voor mij meer met openheid. Dat je meer een open persoonlijkheid begint te krijgen. Dat je wat opener in het leven komt te staan. Dat je niet meer vast blijft houden aan het oude. Maar dat je krachtig in je eigen energie staat. Op gaat bloeien tot de persoon die jij werkelijk bent. En vooral, we krijgen deze onder de koningin van staven. Vol passie weer het leven omarmen. Vol passie weer jouw energie vergroten en het universum inzenden. Maar het is wel van belang dat je ook oprecht naar de energie kijkt. Hè? Oprecht kijkt van oké, ik ben hier nou mee bezig. Heb ik alles wel ontkoppeld? Heb ik alles wel aangekeken? Zoek het dus niet continu qua bevestigingen buiten jouzelf, maar voel het innerlijk. Het kan zomaar zijn dat jij iemand bent die regelmatig een persoonlijke reading aanvraagt om bepaalde bevestigingen te krijgen. Of dat je coachgesprekken hebt of weet ik veel, elke keer aan je vriendinnen vraagt, hoe vind jij dat dan, hoe ik dat moet zien? Of continu buiten jezelf. En nu is het zo van, oké, innerlijk. Ga het innerlijk bekijken. Niet te veel overdenken, maar innerlijk voelen wat er voor jou bestemd is. Aas van munten, de aas van munten. Deze kaart is er bij veel sterrenbeelden uitgekomen. Nieuwe pad, nieuwe stabiliteit, nieuwe mogelijkheden om je horizon te gaan verbreden. Met een andere reading gaf ik ook aan van eigenlijk jouw fundamentele basis goed creëren om daarop verder te anticiperen. En dat alles omdat alles wat in jouw leven als pijn naar jou toe is gekomen of ervaren is, is er nu voor geweest om jou te ontkoppelen, om een bepaalde strijd op te geven. Je hebt heel hard gewerkt om dingen aan te pakken en nu ga je beloond worden. Dus je ziet ook in dat pijnelementen wat niet altijd prettig is, nodig is geweest om jou nu
die nieuwe handreiking aan te geven. Dus door dit kun je nu dit verwezenlijken. En nu is het zo dat je zoiets hebt van, ja, waarom moet ik altijd maar door die shit heen? Lieve ziel, we hebben allemaal een zielscontract getekend ten tijde van onze reïncarnatie. En op dat moment is dit jouw eigen input geweest dat jij meer lessen wil uitzuiveren in dit leven. En dat is dus wat er nu ook aan het gebeuren is. Dus je krijgt meer naar je toe omdat je daar ook in het begin de keuze in hebt gemaakt. Dan zit er eigenlijk niemand op te wachten. Maar uiteindelijk is het ervoor om je ziel uit te gaan zuiveren, zover mogelijk in dit leven. Vervolgens kan het zijn dat je in een volgend leven verder mag om het uit te zuiveren. En voor een enkeling kan het ook zijn dat dit het laatste station hier op aarde is. En dat je dan weer terug mag naar de energie waar je eigenlijk oorspronkelijk vandaan komt. En dat kan dus echt wel vanuit een andere sterrenstelsel zijn of wat dan ook. Nu is het voor sommigen echt wel een ver van je bed show. En dat snap ik helemaal. Dus voel wat voor jou fijn voelt. Laat het er anders gewoon lekker los. Hè? Want ik wil jou niks aanpraten of aanreiken wat niet bij jou past. Dat kan allemaal later misschien vormgeven. Maar misschien is dit ook gewoon te ver van jouw bedshow. En dan is dat ook gewoon goed. Wat ik hier gewoon voel is dat jij heel veel transmuterende energie hebt weten te bereiken al in dit leven. Dus eigenlijk schaduwzijdes omzetten naar het licht. Zodat het in een positieve zin van een negatieve omgezet is naar een positieve. En dat is wat jouw doel hier op aarde op dit moment ook is. En dan zul je merken van oké, ik heb het voor elkaar gekregen. Ik ga beloond worden. En ik neem al die pijnstukken wat is geweest voor lief. Ik ben er dankbaar voor. Want daarvoor heb ik wel nu het pad afgelegd voor dit persoon en de ziel waar ik voor gekozen heb. En de vrijheid, je krijgt er een bepaalde energetische vrijheid voor terug. Want je kunt je eigen voorstellen als je nog met heel veel karmische stukken of schaduwzijdes te maken hebt, dat je energie ook lager is. Hè? Want er is een lagere trillingsenergie, die is zwaarder. Een hogere trillingsenergie is lichter, dus die kan omhoog. Je krijgt meer vrijheid, je gaat meer die lift in. En als je meer die lift in gaat, zie je het vanuit een hoger perspectief ook veel beter. Welke stappen je kunt nemen, welke inzichten je mag hebben. Jouw innerlijk weten laat jou echt wel, geeft echt wel aan wat voor jou bestemd is. Hè? En het stukje niet continu buiten jezelf zoeken. Ik richt me op wat goed voelt en waar ik blij van word. Dus deze kaart is voor jullie als laatste. Ik hoop dat die scherp in beeld komt. Daar hebben we hem. Ik richt me op wat goed voelt en waar ik blij van word. Dus dicht bij jezelf blijven. Niet de bevestigingen buiten jezelf zoeken. Maar echt dicht bij jezelf. En dan weet ik 100% zeker, lieve steenbok, dat het probleem opgelost gaat worden. Je wordt eigenlijk al een beetje ondersteund vanuit de spiritwereld. Het is alleen van jou nu ook om het in de fysieke wereld natuurlijk neer te gaan zetten. Lieve steenbok, dit was jullie reading voor maart en april. Laat vooral een berichtje achter als dit jouw reading is. En kijk anders echt even bij een van je andere tekens. En dan heel graag tot de volgende video. Doei doei!